Met het plaatsen van een symbolische sleutel heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander woensdagmiddag Museum de Lakenhal officieel heropend. De koning kwam om 3:00 aan bij de ingang van het gerenoveerde en uitgebreide museum aan de Oude Singel. Hij werd daar ontvangen door commissaris van de koning Jaap Smit, burgemeester Henri Lenferink, kamerheer Jan-Jaap de Graaf en museumdirecteur Meta Knol. Op de tot de laatste stoel gevulde achterplaats van het museum werden de koning en de genodigden toegesproken door de in een prachtige blauwe jurk gestoken directeur Meta Knol en burgemeester Henri Lenferink. Aansluitend brachten 3 leerlingen van basisschool De Arcade uit de Leidse wijk Roomburg een symbolische Leidse sleutel naar de koning. De 11-jarige Fien Hendriksen, Donna Klein van 10 en Emma Nastase, die ook 11 jaar is, wonnen de ontwerpwedstrijd die het museum had uitgeschreven voor de openingshandeling. Na de formele bijeenkomst kreeg de koning een rondleiding door het vernieuwde museum, dat vanaf donderdag 20 juni weer open is voor het publiek. Om te vieren dat het museum weer is teruggegeven aan de stad, mag iedereen tot en met zondag gratis naar binnen.